staat een lekker windje vandaag. Ik sta hier op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Wat natuurlijk een perfecte plek is om af te spreken met Michelle Blom. Wat heb je met deze plek waar we nu staan? Ja, we staan hier bij de prachtige Houtripdijk aan de kant van het IJsselmeer. Aan de andere kant het Markermeer. We hebben hem net opgeleverd zodat hij weer bestand is tegen de grote stormen die mogelijk gaan komen. En ik ben hier ook nog eens een keer opgegroeid. Dus ja, wat heb ik nou eigenlijk niet met die dijk? Waarom is het herijken van het Nationaal Delta-programma zo belangrijk? En de toekomst staat niet vast. Dus altijd gebeuren er dingen of zie je nieuwe ontwikkelingen, waardoor je opnieuw moet bedenken, oké, dat wat we bedacht hadden, houdt dat nog stand of moeten we misschien iets anders verzinnen? Er zijn natuurlijk verschillende partners bij betrokken. Waarom is de samenwerking zo belangrijk binnen dit Nationaal Delta-programma? Ja, het water is één systeem. We spreken wel eens over communicerende vaten. Nou, dat zie je hier. Wat er in het IJsselmeer zit, dat komt uit de IJssel. Wat er in de IJssel zit, dat komt uit het buitenland. We hebben de grondwater nodig. We hebben het oppervlaktewater nodig. Er komt water van boven. En allemaal hebben we daar een rol en verantwoordelijkheid in. En de enige manier om dat goed te doen, is dat met elkaar te doen. Ja, wat ik heel belangrijk vind, is dat we echt ons allen scharen achter dat hoofddoel. Verwachten jullie ook nog iets van het bedrijfsleven? Zeker, ook het bedrijfsleven kan iets doen. Ook zij kunnen het water gaan bewaren voor hun productieprocessen. Gebeurt bijvoorbeeld bij de energieindustrie, gebeurt bij de glastuinbouw. Ook zij kunnen een steentje bijdragen. En dan de laatste vraag, maar misschien wel de allerbelangrijkste. Wil je een handtekening zetten onder de nieuwe afspraken? Heel graag. Zo, er wordt hard gewerkt hier. Ik ga eens even kijken of ik Ed Anker kan vinden die mij meer kan vertellen over ruimtelijke adaptatie. We zijn hier het hele stationsplein aan het vernieuwen. En dat doen we klimaatactief. Dus het hele plein wordt een soort enorme spons waar allemaal water in opgevangen kan worden. Ook gewoon al onder de straatstenen. En in de fietsenstalling maken we allemaal voorzieningen, zodat bij een grote hoogspui die ook kan worden ingezet als een soort noodberging. Voor welke uitdagingen staat Nederland dan de komende jaren? Dat we rekening moeten houden met heel veel regen, grote hoogspuien, in korte tijd echt de straten blank kunnen zetten en veel meer hitte in de zomer. Dus dat proberen wij hier op deze plek samen te laten komen door veel groen toe te voegen en allerlei slimme manieren te bedenken om dat water af te kunnen voeren. Staat de gemeente dan nog specifiek voor bepaalde uitdagingen? Ja, absoluut. Kijk, de gemeente die is uiteindelijk verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Dat is niet alles, hè. Een heleboel is in particuliere handen. Maar de gemeente die moet stresstesten doen, laten zien waar de problemen zitten en vervolgens de beweging erin krijgen dat we ook echt op een andere manier ons gebouw gaan inrichten, onze stad gaan inrichten. De minister heeft voor 2021 extra geld beschikbaar gesteld, 200 miljoen euro. Wat zou jij zeggen dat we daarmee moeten doen? En volgens mij is het, omdat we in transformatietijd zitten, het belangrijkste dat we het aan projecten doen die laten zien dat dingen echt anders kunnen. We kunnen niet op de traditionele manier onze woonwijken doorbouwen en onze binnensteden aanpakken. Maar je hebt dan heel vaak te maken met andere partijen, projectontwikkelaars, aannemers, bouwers. We moeten het allemaal met elkaar doen. En dan kan extra geld wel helpen om datgene wat misschien dreigt vast te lopen, vlot te trekken. De herijking van het Nationaal Delta-programma, sta je daarachter? Ja, absoluut. De VNG is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan. De Delta-commissaris heeft er ook in coronatijd heel veel in geïnvesteerd. Heeft met Jan en alleman gewandeld om op te halen wat er nou echt in moest gaan staan. En dat zie je ook echt in de teksten terug van het Delta-programma. Dat is een tekst die van ons allemaal is en dat is superbelangrijk, want we kunnen dit echt niet in ons eentje. Zou je er je handtekening onder willen zetten? Jazeker, met alle plezier.